Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag entrelak haken en dat is hetzelfde als tunisch haken. En ja, dit is mijn blokjesdeken in wording, want hij is nog niet klaar. En ja, ik dacht dat het moeilijk was, maar het is gewoon makkelijk. Ik heb gebruikt wit, lichtgrijs, donkergrijs en zwart en dan ben ik weer verder gegaan. Ik ga het heel rustig uitleggen, zodat iedereen deze blokjesdeken kan haken. Ik heb ook hier een voorbeeldje, want ik heb natuurlijk eerst geoefend en dit is op een kleinere haaknaald. Dit is op haaknaald nummer 6 en ik vond dit gewoon te stijf. Het wordt ook echt, het gaat ook echt een beetje in elkaar zitten hoor, als je haakt. Het zijn eigenlijk alleen maar lusjes op haken, dus deze met haaknaald nummer 8. Die gaat gewoon soepeler vallen en het haakt ook makkelijker weg. Je hoeft niet zo die lusjes allemaal te zoeken, of want het zit gewoon losser in elkaar met haaknaald nummer 8. Dus dit was mijn proeflapje en die heb ik gewoon aan de kant gelegd. En omdat ik mijn vriend mee naar de zeeman nam, zei ik, kies jij de kleuren uit. Nou, dat is geworden dus zwart, wit, lichtgrijs en donkergrijs. En het is dus, ik zal het label even eraf halen, de Royal van de zeeman. En die hoort op 4, haaknaald 4 tot 5, maar omdat het toch tunisch haken wordt, is het geworden haaknaald nummer 8. En ik heb dit al uitgeprobeerd, dus ja, je mag zelf natuurlijk ook een proeflapje maken, dat moet je ook altijd even doen, omdat ik niet weet hoe strak je haakt. Kijk, als je los haakt, dan heb je natuurlijk een kleinere haaknaald nodig, maar ik heb haaknaald nummer 8 gebruikt voor de Royal en voor deze deken heb je ongeveer toch wel 20 bollen nodig, maar ja, ik heb nu dus 100 steken opgezet en toen kwam ik uit op 1,40 meter en ja, ligt eraan hoe groot jouw deken wordt. Ik ben nu aan de tweede serie kleuren bezig en ik heb nu dus met 100 steken ongeveer 45 centimeter en dan ga je weer bollen bijkopen of je koopt in één keer heel veel bollen. Nou, je hebt dus nodig haaknaald nummer 8, een centimeter, een stopnaald en een schaartje. En dan gaan we beginnen met 30 steken op te zetten en ik leg dit even weg. Je zet gewoon 30 losse steken op met een Royal met haaknaald nummer 8. Ja, je begint gewoon met een opzetlus. Haaknaald nummer 8. En je doet gewoon wel heel losjes je steken opzetten. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 1 voor de beginsteek. En dan gaan we nu beginnen. Je pakt niet dit eerste lusje, maar je pakt het bubbeltje aan de achterkant. Je hebt hier die op bubbeltjes. En de eerste steek, kijk, daar haal ik even mijn haaknaald los. En die pak ik eventjes zo, dat je even wat meer ruimte hebt. Dus zo los mogelijk is je begin opzetlus of je beginketting. Dan pak je je draad op
en je haalt hem door het bubbeltje. Dan ga je weer bubbeltjes oppakken. Je pakt je draad op. Drie. Vier. Vijf. Zes. Dan heb je 7 lossen op je haaknaald. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sla je weer je draad om en die ga je elke keer door 2 halen. Door 2, draad om, 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 door 2. En dit is al je eerste zeg maar rij van het blokje. Dan ga je weer meteen hier in het verticale lusje, daar steek je in, je haalt je draad om en je haalt je draad zeg maar op. Dan heb je weer 2 lusjes. In het verticale draad ophalen en je hebt weer 3 lusjes. In het verticale draad ophalen, 4 lusjes. 5 lusjes. Dan heb je 6 lussen op je haaknaald. En dan ga je de 7e oppakken weer van je beginketting. En die pak je weer op het bubbeltje. En je pakt je draad om je haaknaald en je haalt hem op. En zo maak je steken bij. En nu heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lussen op je haaknaald. Je haalt je draad op en je gaat door 2, draad om, 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 door 2. En dit is al de 2e rij. Dan ga je weer meteen hier in het verticale lusje draad ophalen en meer niet. Je gaat in het verticale lusje draad ophalen. Tot 6, totdat je 6 lussen op je haaknaald hebt. En dan ga je weer een bubbeltje oppakken van je beginketting. Die zit dus hier. Omslaan. Draad ophalen. Dan heb je 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lussen op je haaknaald. Omslaan door 2, 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 omslaan door 2. Dit is de 3e. Even wat garen pakken. Nu ga je weer de lusjes oppakken en omslaan door het lusje. 4, 5, 6 en de 7e pak je weer de bubbel. En dus alleen maar met opzetlus is dat gewoon zo losjes mogelijk haken. Zo. 1, 2, 3. We hebben de 4e. Nu gaan we weer lusjes oppakken. 2. 3 lussen. 4 op je haaknaald, 5 op je haaknaald,
6 op je haaknaald en de 7e pakken we hier op, halen we de draad op en je hebt de 7. Dan weer draad omslaan door 2, door 2, door 2, door 2, door 2, door 2. En je hebt nu 1, 2, 3, 4, 5 verticale lusjes en je hebt al een blokje. En we gaan nu het blokje afhechten. Dat doen we eerst, maken we een losse en dan gaan we afhechten en dan pak je weer het lusje op, draad om en nu hecht je hem af. Nou haal je hem door 2, insteken, draad om, 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 door 2 en je pakt weer een bubbeltje, draad om, door 1, draad om, door 2. En we zijn al met één blokje klaar en we gaan zo weer verder met het tweede blokje. Ik wil even sorry zeggen voor mijn stem. Ik ben op vakantie geweest en het is een beetje, heb ik te veel gepraat, dus nu ben ik hem kwijt, maar de vakantie was super. En maar nu gaan we weer lekker aan het werk met het tweede blokje. We pakken weer dus bubbeltjes op of lusjes, omslaan door 1, drie, vier, vijf, zes en we hebben 7 lusjes in totaal nodig, dus we pakken 7 lusjes, dan omslaan door 2, door 2, door 2, door 2, door 2, door 2. Zes lusjes en de 7e gaan we weer oppakken. Omslaan, doorhalen en dan hebben we 7. Dan sla je weer de draad om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan ga je door 2. En je pakt weer de verticale lusjes op en je haalt je draad weer op. En de 7e pak je weer van de beginketting. En je gaat weer terugwerken. En we gaan weer lusjes oppakken. Tot 6. En de 7e pakken we weer van de beginketting. Dan omslaan, haal je 6 keer door 2,
1, 2, 3. We zijn pas bij de vierde, dus deze gaan we nog even weer de draadjes ophalen. 1, 2, hebben we dan 3 op de haaknaald. 4, 5, 6 en de zevende pakken we weer vanaf de beginketting. Omslaan, 6 keer door 2, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk eens hoe leuk het al is, hè, om die blokjes te krijgen. 1, 2, 3, 4, dit is de vijfde, dus die gaan we afhechten. Pakken we eerst 1 losse en dan gaan we weer een lusje pakken, omslaan door 2. Een lusje pakken, omslaan door 2. Lekker losjes, alles gewoon, want dan, ja, het haakt gewoon ook makkelijker als je echt lastig je draadje oppakt. Ja, dan moet je toch misschien een haaknaald nog groter pakken. Te groot is niet goed en te klein is ook niet goed, dus even uitproberen. Dit is de zevende. Draad ophalen. Nog een keer draad omslaan door 2. Nu hebben we 2 blokjes af. En we gaan weer bobbeltjes oppakken. Draad ophalen. Drie, zes, zeven, omslaan door 2, 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 omslaan door 2. Het verticale lusje pakken en je draad ophalen. We hebben er nu 6 en de zevende wordt het bubbeltje. En we gaan weer omslaan 6 keer door 2, dus dit is de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde. En weer verticale lusjes pakken. Vijf, zes en het zevende bubbeltje. Draad omslaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 en weer draad ophalen. En de zevende pakken we weer het bubbeltje. Ik denk dat ik net iets niet goed uitkom. Even kijken hoor. 1, 2, 3, dit wordt vierde, vijfde. Nou, ik kijk wel even. Dat is altijd even met de begintoer of je helemaal in het patroon uitkomt. Zo, 1, 2, 3, 4. Nu gaan we de lusjes weer ophalen. 1, we hebben er 3 lusjes. 4, 5, 6,
En de zevende, ja, die pak ik even in dezelfde steek. Omslaan door 2, 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 omslaan door 2. Zo. Hier heb ik even gesmokkeld. Maar goed, als je 100 steken opzet, dan hoe je op het eind komt, kan zijn dat je één lusje vergeten bent. Maar ik zie hier niets geks. We gaan weer verder met afkanten. Want we zijn nu 1, 2, 3, 4, 5. Eerst een losse. En dan gaan we weer lusjes oppakken. Maar nu gaan we door 2. Insteken, omhalen door 2. Insteken, omhalen door 2. Insteken, omhalen door 2. Insteken, omhalen door 2. En we hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. En die laatste pakken we hier de lus op. Omhalen door 2. Kijk. En nu hebben we al de eerste blokjes af. En dan ga ik een ander kleurtje pakken. Ik knip deze even af. En als ik een ander kleurtje gepakt heb, dan zie ik je weer terug en dan gaan we deze hoek maken. We hebben nu een ander kleurtje. Ik heb licht grijs gepakt, maar dat kan natuurlijk, ja, je kan natuurlijk zelf ook je kleurtjes bepalen. We gaan precies hier in dit hoekje insteken. We halen de draad door en we halen hem meteen door, zodat hij goed vast zit. Dan gaan we weer in die hoek insteken, in dezelfde, halen we weer de draad op en dan hebben we 2 lusjes. Dan sla je weer de draad om en dan doe je door 2. Dan ga je weer het verticale lusje oppakken, draad om, door 1. En dan ga je deze verticale, of ja, dit is nou een beetje horizontaal, maar dit lusje, die pak je nog een keer op en dan heb je omslaan en dan heb je 3 lussen op je haaknaald en dan pak je de vierde in de tweede opening, insteken, omslaan. Nu heb je 4 lussen op je haaknaald en dan ga je weer terug uit door 2, door 2, omslaan, door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan ga je weer de lusjes oppakken, omslaan een lusje, deze omslaan een lusje en je pakt de volgende steek, in de volgende haal je op, dan heb je 4 lussen op je haaknaald, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan ga je weer de lusjes oppakken, je pakt die vierde weer hierop, omslaan en je hebt de 4 en de vijfde ga je in de volgende steek oppakken. Heb je 5 lussen op je haaknaald, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan ga je weer de lusjes oppakken, omslaan door 1, lusje omslaan door 1, lusje omslaan door 1. De volgende pak je weer in die, dat is die, ja, zeg maar die lus die je vastzet aan het blokje, omslaan door 1,
heb je de 5 en de 6e pak je in je volgende steek. Dan ga je weer terug uit, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. 1, 2, 3, 4. Nou, dan gaan we weer de lusjes oppakken. 1. Je hebt de 2 nu. Dit wordt de 3e. De 4e. De 5e. De 6e pak je weer in deze lus. En de volgende pak je nog in de laatste steek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lussen. Omslaan door 2. 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 1, 2, 3, 4, 5. Dan maken we 1 losse. Want we gaan weer afkanten. En we pakken weer een lusje op. En we gaan omslaan door 2. Lusje oppakken, omslaan door 2, een lusje oppakken, omslaan door 2, een lusje oppakken, omslaan door 2, een lusje oppakken, omslaan door 2. En nu hebben we het driehoekje, hebben we klaar. Dan gaan we weer hier die vierkantjes inzetten. Dat betekent dat we hier weer de steek op moeten pakken en weer hier die 7e lus pakken. Maar ik ga het samen met jullie doen, dus het is niet moeilijk. Je steekt in en je haalt je draad op. Je steekt in, je haalt je draad op. Je steekt in, je haalt je draad op. Je hebt er nu 4. Je steekt in. Je haalt je draad op, je steekt in en je haalt je draad op. Je hebt er nu 6. En je steekt in en je haalt je draad op. 7. Door 2, omslaan 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 door 2. Dan ga je weer. Verticale lusjes pakken, omslaan. Verticale lusje, omslaan door 1. Verticale lusje. Tot je 6 hebt. En de 7e pak je van het volgende blokje. Insteken, omslaan, doorhalen. Heb je 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lussen op je haaknaald. Dan ga je weer terug uit. Het is veel kijken naar het filmpje en gewoon ook zelf doen. Dan weer lusjes ophalen. Iedere keer tot 6 tellen. En de 7e die komt erbij. 3, 6 en de 7e pak je in de volgende steek. En dan doe je weer omslaan en dan ga je door 2. Omslaan door 2. De volgende toer. Insteken, omslaan. Insteken, omslaan, doorhalen. Insteek, omslaan, doorhalen. Insteek, omslaan, doorhalen. Insteken, omslaan, doorhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dit wordt de 7e. Insteken, omslaan, doorhalen. En dan nog een keer weer omslaan door 2. 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 Het ziet er altijd makkelijker uit als iemand anders het doet. En als je het zelf moet doen, dan moet je gewoon eventjes oefenen.
en je moet het gewoon door hebben. Het is een steek die je door moet hebben. Dus je hebt hier 6, de 7e pak je weer bij de volgende. En 1, 2, 3, 4, de 5e rij in de gaten houden. Dan pak je weer een losse. En die losse die zet je ook om het af te kanten, maar ook om makkelijker straks hierin te kunnen. Vergeet je die, ja, dan kom je bijna niet goed in die hoek. Dus die losse mag je niet vergeten in de 5e rij. 1, 2, 3, 4. Nu gaan we de 5e rij afkanten. Insteken, omslaan door 2. 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 En nog 1. Insteken, omslaan, doorhalen en nog een keer omslaan door 2. Dus een soort ja, tussensteek, een vaste. Dan heb je mooier, dan krijg je hier geen gaatjes in. Nou, dan ga je weer steken oppakken. 3, 4, 5. 6 en de 7e, dan weer omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Zes lussen en de volgende pak je de volgende steek, de eerste steek van het volgende blokje. Omslaan door 2, 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 omslaan door 2. En de 7e pak je in de volgende steek. En weer terug uit. En de 7e pak je op. Dan weer omslaan door 2. En de 7e pak je weer op. Dan sla je weer om door 2. En we zijn nu bij de 1, 2, 3, 4, de 5e. Dus weer eerst een losse. En dan weer de lusjes oppakken. Door 2. We gaan weer afkanten.
insteken, omslaan en weer door 2. Dus deze heb je weer op het hoekje en deze ook op het hoekje. Dan gaan we weer een halve maken. Kijk, want nu moeten we weer hier het einde maken om weer een rechte zijkant te krijgen. Dan gaan we er gewoon de lusjes weer oppakken in de volgende steken. 1, 2, ja, we hebben nu 4, 5, 6 en de 7e moet hier op het eind, 7. Dan gaan we weer terug uit, 3, 4, 5, 6. Dan gaan we weer lusjes pakken, 1, 2, 4, 5 en de 6e. Dan gaan we weer terug uit, want we gaan geen 7e meer pakken. En dan gaan we weer lusjes pakken, 2, 3, 4, 5 en we gaan nu geen 6e meer pakken, want we gaan een driehoekje maken. En weer lusjes oppakken, dit gaat eigenlijk automatisch hoor. 3, 4 en weer terug uit, 2, door 2, door 2 en we gaan weer lusjes oppakken, 1, 2, 3, dit is de 4e en dan tot je, ja, je gaat niet meer meerdere, dus je houdt er nu 3 over. En 1, 2, 3, 4, dit is de 5e, dus 1 losse en 1 lusje heb je nog over en die haal je meteen door 2 en dan heb je het driehoekje aan de zijkant. Sorry voor mijn stem hoor, het is een beetje lastig vandaag. Zo. En we gaan nog een keer oefenen nu en dan pak ik even donker grijs garen en dan gaan we gewoon even oefenen, nog even verder en dan ja, gaan we nog een rij blokjes hier maken en dan daarna gaan we nog een rij maken dat we halve blokjes hebben, zodat we het echt helemaal af kunnen werken. Ik zie je zo weer terug. Je zet weer een lus op je haaknaald, je pakt de bovenste hoek, steek je in en je gaat weer lusjes ophalen. En de 7e die heb je voor deze hoek, de 7e. Zijn de eerste 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Omslaan door 2, 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 omslaan door 2. Dan pak je het verticale lusje weer op. Je hebt er weer 6 op je haaknaald
En de zevende die pak je nu in het eerste blokje, in de eerste steek van het volgende blokje. Dan weer door 2, omslaan door 2, ja, je krult een beetje, maar als je verder weg bent dan krult het niet meer. Dan ga je weer lusjes oppakken. En dan heb je weer 6 lussen en de zevende pak je weer in het volgende blokje. Insteken, lussen ophalen. Heb je weer 6 lussen op je haaknaald. En de zevende pak je in de volgende blokje. Even wat draad pakken. En we gaan weer lusjes oppakken. Probeer het zo goed mogelijk te laten zien. Het is niet altijd even makkelijk omdat mijn onderkantje naar boven wipt. Dan de zevende lus weer in de volgende steek. Omslaan door 2. Dan tel je weer even 1, 2, 3, 4. Je hebt je vijfde. Dus we gaan weer afkanten, 1 lossen en weer een lusje oppakken, omslaan door 2, lusje, omslaan door 2, en dat kan lekker losjes hoor, gewoon lekker losjes doorhaken en de zevende pak je hier in en dat wordt gewoon omslaan, heb je 2 lussen en dan nog een keer omslaan door 2 en dan heb je een, ja, een vaste en dan krijg je geen gaatjes in het in je werk. Dan ga je weer 7 lusjes pakken, 2, 3, 4, 5, 6 en je zevende die komt echt hier voor die middelste vaste steek, dus dit is de zevende, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, omslaan door 2, en dan ga je weer lusjes pakken. Als je het zelf gaat doen dan, ja, dan ga je het gewoon begrijpen. Eerst maar eens de video goed kijken en dan zelf beginnen. En de zevende pak je weer van je eerste steek van je blokje.
dan ga je weer terug uit. Zes lusjes en de zevende en weer omslaan door twee. Lussen en de zevende. Eén, twee, drie, vier, vijf. Een losse. En weer een lusje pakken. En we gaan afkanten door twee. Een lusje omslaan door twee. Omslaan door twee. Omslaan door twee. Insteken, omslaan door twee. En dan pakken we hier deze steek. Insteken, doorhalen. Nog een keer omslaan door 2. Dan gaan we weer lusjes pakken en we gaan het volgende vierkantje maken. Insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen. 1, 2, 3, 4, 5. Insteken, draad ophalen en de zevende komt voor het midden. Omslaan door 2, 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 omslaan door 2. Insteken, omslaan, draad doorhalen. En de volgende, de zevende, pakken we in het eerste driehoekje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Omslaan door 2, door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Insteek, omhalen. En de zevende, omslaan door 2, omslaan door 2, en weer lusjes ophalen. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. 1, 2, 3, 4, dus we moeten nog een.
heengaande lusjes ophalen. 3, 4, 5, 6 en de 7e omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, door 2, door 2, 1, 2, 3, 4, 5, omslaan en lossen en af gaan hechten, omslaan door 2, insteken, omslaan door 2, en de laatste steek, die pakken we niet deze, maar deze, de nieuwe steek, draad ophalen, omslaan door 2. En nu gaan we afhechten. Kijk hoe mooi dat het wordt. En nu gaan we weer een klein driehoekje maken. Dus we gaan niet omhoog, maar een klein om het af te hechten. En dan pak ik even wit garen voor, dan kan je het beter zien. En dan zie ik je zo weer terug. We gaan nu de laatste rij maken. Ik maak hem toch weer in het wit, want ja, normaal doe je hier zwart boven. Kijk, ik pak even de deken erbij. En als je dus na donkergrijs is zwart het mooist, maar voor het uit te leggen is het wel handig om bolletje wit te pakken. We gaan het nu ook afwerken. We gaan dus een driehoekje omhoog, eigenlijk een half driehoekje, en we gaan hier ook driehoekjes in maken in plaats van vierkantjes, en hier wordt weer een half driehoekje. Dus we pakken een bolletje wit, je legt een lus in je draad. En omdat we nu met dit driehoekje beginnen, beginnen we hieronder. De eerste steek pakken we op. En die trekken we meteen door, want dat wordt dan de eerste lus. Dan zit die vast. Dan steken we in diezelfde weer in. We halen de draad op. We slaan om. En we halen door 2. We gaan in deze lus steken we weer in en we halen de draad op. En nu gaan we in de tweede steek een draad ophalen en we 3 lussen. Omslaan door 2, omslaan door 2. Insteken in de lus. Omslaan, doorhalen en we gaan weer insteken in deze lus of in de die opening. En we hebben 3 op de haaknaald, door 2, door 2. Nu weer insteken in de lus, door 2. En we pakken nu die zijlusje. Omslaan, doorhalen, we hebben er 3 en we gaan er nog 1 oppakken en we hebben er 4. Dan gaan we nu door 2 totdat we 3 hebben, dan nog een keer door 2
dan nog een keer door 2. En nu gaan we afhechten, dus we gaan nog een keer een lusje pakken, nog een keer een lusje pakken en nog een keer een lus ophalen, hebben we er 4. Omslaan door 2 en nu gaan we omslaan door 3. Omslaan door 3. Hebben we 3. Dan pakken we weer niet deze, maar dan pakken we de volgende. 1 lus ophalen en we pakken de hoek. Insteken, omslaan. En nu hechten we het af en dan gaan we door 3. Omslaan door 3. En dan hebben we een half driehoekje gemaakt. Nu gaan we weer steken oppakken. We pakken eerst de losse. En we gaan weer een lus oppakken. 3, 4, 5, 6. En de 7e in het blokje. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en heb je er 3 op je haaknaald. Omslaan door 3. Nu door 3, want we zijn aan het afhechten. Dan pak je weer de lusjes op. 3, 4, 5 lusjes en je pakt weer een steek op, heb je 6 lussen op je haaknaald, dan ga je weer door 2, door 2, door 2, totdat je de laatste 3 op je haaknaald hebt, sla je om en je gaat door 3. Nu ga ik even garen bij pakken. Zo. Dan gaan we weer lusjes oppakken. 1. 2. 3. 4 en de 5e, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en de laatste 3 door 3. We gaan lusjes oppakken. 1, 2, we hebben nu 4 lussen op de haaknaald en de 5e pakken we in de volgende steek. Dan weer door 2, omslaan door 2 en de laatste pakken we door 3. Dan gaan we deze overslaan en pakken we de volgende lus en dan pakken we de laatste lus en dan gaan we weer insteek in de volgende steek, houden we 4 over, omslaan door 2 en de laatste 3 pakken we omslaan door 3. Dan gaan we 1 losse maken en dan pakken we in de volgende steek, steken we in, halen we door, omslaan door 2. Kijk, dan heb je een vaste. Dan gaan we weer verder met de volgende. Ik leg het even recht. Even zorgen dat ik nog genoeg garen heb. Zo. En dan pakken we het volgende driehoekje. Dan gaan we weer 1, 2. Ja, we hebben 4 lussen. 5, 6,
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan gaan we door 2, door 2, door 2, door 2, behalve de laatste 3, die hou je op je naald. Dan ga je omslaan en dan ga je door 3. Dan gaan we weer lusjes oppakken. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en de laatste 3 die pakken we meteen helemaal. Dan weer lusjes oppakken. Dan heb je de 5 op je haaknaald, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. Dan gaan we weer lusjes oppakken. Omslaan door 2, omslaan door 3. Dan ga je weer insteken, een lus oppakken en we gaan door 2. En we pakken 1 losse en we zetten hier 1 vaste steek in. En dan gaan we het laatste halve driehoekje maken. Dan gaan we weer lusjes oppakken. 3, 4, 5, 6, 7. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en de laatste 3 omslaan door 3. We pakken het volgende lusje, kijk, deze sla je dan over, pak het volgende lusje en we gaan weer lusjes oppakken. Je hebt nu 5 lusjes en de 6e pakken we in deze laatste steek. Dan omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. Deze sla je over, pak je dit lusje, lusjes oppakken. Heb je de 4 op je haaknaald, omslaan door 2, omslaan door 3. Ga je nog 1 lusje oppakken, omslaan door 2, omslaan en doorhalen. En dan ben je klaar. Zo heb je al heel veel geleerd van entrelak, blokjesdeken, tunishaken, zo ga ik hem noemen. Kijk, en als je lekker door wil haken, dan, ja, dan zet je gewoon meer steken op. En dan kan je een hele deken maken. Ik vond het heel leuk om te uit te leggen. En ja, ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Echt fantastisch hoor, hoeveel abonnees ik weer elke keer krijg als ik weer iets nieuws op YouTube plaats. En ja, deze wol heeft mijn vriend uitgekozen. Dus normaal heb ik andere kleurtjes, meer roze en ja, allemaal babykleurtjes eigenlijk. Maar nu wordt het dus iets stoerder. En ja, dit is echt een mooie blokjesdeken. Ik heb nog niet de achterkant laten zien. Dit is de achterkant. En ja, die is ook gewoon heel mooi. Dus dankjewel voor het kijken, graag duim omhoog hier, op mijn foto hieronder kan je abonneren als je daarop klikt en ik zie je graag de volgende keer terug, tot ziens!